Hoi, ik ben Petra Apeldoorn. Dit is Ben Apeldoorn. We hebben samen een melkveebedrijf. Melkveebedrijf VOF het Heiveld. We hebben 125 melkkoeien die melk produceren voor Leerdammerkaas. En 80 stuks jongvee. Normaal dat vee van voer te voorzien gebruiken we totaal iets van 60 hectare van gras en mais. Voor de voederwinning. Het werk bij de koeien begint 's ochtends voor mij heel modern bij de computer, bij de pc. Dan kijk ik eerst welke koeien extra aandacht nodig hebben, die te laat zijn voor de melkrobot. Dat zijn er meestal een stuk of 5. Een koe die misschien tochtig is, die geïnsemineerd kan worden. Die koeien hebben allemaal een zender om de nek, die ook registreert ook hoeveel ze vreten en hoe actief ze zijn. En met die informatie ga ik de stal in. Maar ik ga vooral in de stal in om te kijken hoe het met ze gaat. Even de lichtboxen waarin ze liggen, erbij te krabben, dat ze schoon kunnen liggen. Of het voer nog voldoende is, dan schuif ik het aan. De melkrobot schoon is, filter wisselen. Maar vooral ja, kijken hoe het met de koeien gaat en ze in de watten leggen. Eigenlijk is wat wij doen op een boerderij, is gewoon de hele dag voor de koeien gewoon zorgen dat ze aan niets ontbreekt. Dat ze schoon kunnen liggen, voldoende te vreten hebben, schoon drinkwater. En vervolgens redden ze zichzelf. En wij zorgen voor de omstandigheden. We zijn al een aantal jaar lid of deelnemer van Vleiboer Bewust. Dat hebben we ook bewust gedaan, omdat we graag willen laten zien wat we doen op onze boerderij. Hoe we goed voor onze koeien proberen te zorgen. Dus iedereen die graag dat wil zien, die kan, is welkom bij ons op de boerderij. En dan leiden we jullie er rond. En dat willen we ook als Vleiboer Bewust ook laten zien.